West- en Oost-Vlaanderen moeten nog honderdduizenden varkens worden afgemaakt. De Europese gemeenschap en de nationale regering komen financieel tussen. VTM Nieuws met Nadine de Sloveren. Goedenavond, dames en heren. Goedenavond. Voor ongeveer 1 miljoen kinderen is het nieuwe schooljaar begonnen. Indien nodig zullen in het basisonderwijs regenten worden ingezet. Een goede avond, dames en heren. Dames en heren, een goede avond. Het gerecht zoekt met DNA-tests uit of onder meer gewezen rijkswachters betrokken zijn geweest bij de aanslagen van de bende van Nijvelmen. Dag dames en heren, welkom bij VTM Laat. Het gerecht van Mech. De nieuwe elektronische postbussen van de federale politie zijn op hun eerste dag al meteen gekraakt en geblokkeerd door enkele Leuvense studenten. VTM 7 uur met Mark Dupin. En Ingrid de Putter. Goedenavond, dames en heren. De Vlaamse regering heeft een begrotingsoverschot van 250 miljoen euro. Toch moet er ook ingeleverd worden. Het late nieuws met Farouk Özgünes. Goedenavond en welkom in het late nieuws. Is het jammer van het vuurwerk? Dat is een beetje spijtig, ja, maar er werd toch afgeteld hier op de Grote Markt, dus de sfeer was er wel. Dit is het nieuws met Danny Verstraten. Goedenavond, ons nieuws staat uiteraard in het teken van het nieuwe jaar dat is begonnen. Bij weekendongevallen blaast bijna 1 op de 2 bestuurders positief. Dat blijkt uit de resultaten van de Bob-campagne. Er komen nog meer en strengere controles. 1 uur. Dit is het nieuws met Birgit van Mol. Een goedemiddag. Donderdag, 29 december. Ons land roept Europa op om passagierslijsten op internationale bussen en treinen verplicht te maken in de strijd tegen terreur. 1 uur. VTM Nieuws. Birgit van Mol. Een goedemiddag. Het heeft geen zin om passagierslijsten... En opnieuw een opdoffer voor Vincent Kompany. Hij zit alweer aan de kant door een blessure. 7 uur. VTM Nieuws. Danny Verstraten. Goedenavond. Bij een treinongeval in de buurt... VTM Nieuws, Stef Wouters. Vrijdag 1 februari. Vandaag, precies 30 jaar geleden, kon u voor het eerst naar de commerciële zender van Vlaanderen kijken, VTM. Een mediafeit dat de Vlaamse televisie op zijn kop zou zetten. 1 uur.
VTM Nieuws, Freek Braakman. Goedemiddag en welkom op deze toch wel feestelijke dag. En Sanne Kant is voor de derde opeenvolgende keer wereldkampioen veldrijden bij de vrouwen. We praten straks live met haar en met Wout van Aert. 7 uur. VTM Nieuws. Danny Verstraten. Goedenavond op het Antwerpse Zuid in de Brede Rode. Maandag 3 februari. De Belgen die uit China zijn weggehaald voor het coronavirus zitten sinds gisteravond laat in quarantaine in Neder-Overheembeek. Een van hen toont VTM Nieuws waar hij de komende weken verblijft. VTM Nieuws. 1 uur, Freek Braakman. Een goedemiddag en welkom. Een allereerste welkom vanuit ons nieuwe decor in onze nieuwe studio in een nieuw gebouw in een nieuwe stad, Antwerpen. VTM Nieuws. 7 uur, Katrien Moerkerke. Vrijdag 20 september. 140 gevangenen zijn deze week vervroegd vrijgelaten, ruim voor ze hun straf hadden uitgezeten. Maar de gevangenissen zitten gewoon te vol. 1 uur. VTM Nieuws. Birgit Herteleer. Hele goedemiddag. Welkom en welkom ook vooral bij dit vernieuwde VTM Nieuws. 7 uur. VTM Nieuws. Katrien Moerkerken.